Wat wil je schrijven? Oma Spanje. Oma Spanje. Wil je de O zoeken? O. Rondje. Dat? Ja. Nee, is de I. Ja, O. En dan een M van mama en van McDonald's. Ja. En dan de A. Die is een beetje verstopt. Die is een beetje kapot. En nou heb je geschreven. Wat heb je daar geschreven? Mevrouw Toenis en tegen Maaike. Oma heb je geschreven. Wil je nu Maaike schrijven? Ja. Dan moet je weer de M pakken. Van mama, weet je nog wat? Ja, heel goed. En Maaike schrijf je met een E van Lisa, weet je nog? Die? Ja. En de J van jarig. En dan de K, die staat naast de J. Ja. En de E van Eva. Ga die zoeken. Wat die? De E van Eva. Waar? Ja, moet zoeken. Die staat aan de pot. Die is onder de pot. Daar is de E van. Eva. En wat heb je nu geschreven? Oma en? Eva. Nee, Maaike heb je geschreven. Nu wil ik opa geven. Nou, dan weer het rondje van de O. Op opa. En dan de P van papa. Weet je? Die staat naast de O. Daarnaast. Dat? Nee. Dat is de P. Nee, dat is de O. Daarnaast staat de O. Dit is de P. Ja. En dan de A. A. Die staat hier verstopt. Oma, Maaike, opa. En Eva en Nita en nou, mama en... Dan gaan we Eva schrijven. Met de E van Eva. Ik heb wel Eva. Nee, je moet nog Eva schrijven. Je hebt de E van Eva gebruikt. Maar je hebt er niet Eva geschreven. En waar is de E van Eva? Hier is de E van Eva. Eva die? Hier, die ernaast. Moet je goed kijken. Ja. En de V. V? Wat is op V? Dat is de V, dat is zo eentje. Van pie steken, weet je wat je met je vingers altijd doet. Zo. Zo, ja. Je zegt de U, goed hoor. En dan de A, weer. A? Dat is de letter die verstopt is. Ja. Nee, die. Ja, wacht even, moeten we even de Q weghalen. Ja. En nu wil je Lisa schrijven? Ja. Doe. Nee, ik wil nu Thomas schrijven. Thomas? Thomas is een moeilijke naam, hoor. T. Moet je pakken? Waar is de T? Thomas is mooier. Ja, Thomas is moeilijk, hè? En Thomas is een mooie als Clay is. Wat zeg je? En alleen de t-shirt aan te vind ik allermooiste. Vind je Thomas het allermooiste als hij een t-shirt aan heeft? Ja. Oké. Okay. Dat is wel heel lief, hè? Oma ook. Ook en opa ook. En wanneer vind je mama dan het allermooiste? En ook en niet je papa. Oh, mijn papa. Ja, ik vind mijn mooie papa het allermooiste. Wat wil je nog Thomas schrijven? Waar is de P? Nee, niet de P, hè? De T. Waar is de P? Waar is de T? Hier is de T. Waar? Ja, nee, daarnaast. Goed kijken. Die. Daar. Ja. En dan de H van Hoera. Hoera. En dan de O van oma. Oma hier. Nee, kijk eens goed rondje. O van oma. O. Ja, en dan de M van mama en McDonald's. Goed zo. En dan weer de A. Die een beetje verstopt was. Ja, en dan de S. Hey, heb jij zo Thomas geschreven? Knap. En welk woordje wil je nu schrijven? Lucy. Oh, dat is wel moeilijk. De L van Lisa. Dit is de L van Lisa. En dan de U. Die. Dit is de U. Ja. En dan de C, dat is een half rondje. En Lucy is met een Y. Dat is met een I. Zullen we die zoeken? Mama. Die is een beetje verstopt op mama's toetsenbord. Hier.
Dat is ei, hè? Lucie. Wat nog een? Wat wil je schrijven dan? Nu wil ik oude Elin schrijven. Elin? E van Eva? Nee, oude Elin wil ik schrijven. Oude Elin? Ja. Gewoon Elin? Nee, oude Elin. Wat is oude Elin dan? Dan wil ik wel dat schrijven. Nou, doen we eerst Elin schrijven, goed? Hij wordt tegen 3, wordt hij. Wordt Elin 3? Ja. Dat klopt. Oude Elin. Oude Elin. Het is ook 3. Oude Elin. Oh, Elin van Marianne. En Seb. Ja. Oh, die. Die wordt 6. Nee, die wordt 3. Oh, oké. Okay. Ik word bijna 4. Ik word bijna 4. Zo, mama even de filmpje weer uitzetten? Ja. Zeg maar doei. Tot ziens. Doei.